Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Waarin ik met jou of jullie iets wil hebben over een inzicht dat ik gisteren had. Uiteindelijk, het is geen inzicht in die zin dat het iets nieuws is. Maar wel in die zin dat ik voelde dat dat iets was dat ik eigenlijk ook bewust en heel met de nadruk opleggend belangrijk iets moest delen met jullie. Zeker wanneer je op pad van een tweelingziel of een tweelingvlam loopt, dan is hetgeen wat ik nu ga zeggen een heel belangrijk ding om te beseffen, om te weten, om in je hoofd op te slaan. En zodanig veel keer te herhalen tot je het echt gewoon weet en in je volledige lijf geïntegreerd zit. En dat is dat wanneer dat je op een nieuwe manier, vanuit de hogere energie, een relatie wil vormgeven. En dan hoeft het zelfs niet alleen over relaties te gaan, maar gewoon dingen wel anders gaan doen. Dat mensen gewoon zijn bij jou. Dat mensen gewoon zijn in het algemeen. Dus niet precies zelfs met jou te maken. Dan gaan mensen altijd, tenzij dat ze zelf al in dat hogere bewustzijn zitten natuurlijk, maar gaan ze altijd gaan reageren vanuit hun beperkingen. Vanuit hun conditioneringen. Vanuit hun angsten. Vanuit hun schaduwen. En hoe meer dat je dingen gaat gaan doen die anders zijn dan dat zij gewoon zijn, hoe meer weerstand dat ze daar gaat tegen hebben. En dan ga je dan merken dat zij zaken gaan zeggen als van ja, maar ja, vind je dat wel normaal dat hij of zij niet elke dag een bericht stuurt bijvoorbeeld? Of ja, vind je dat wel normaal dat je nog altijd daarop zit te wachten? Want het is nog altijd niet zo. Of je bent misschien begonnen met je eigen onderneming en mensen om je heen zeggen, ja, maar ja, je hebt nog altijd niets verdiend. Of waarom maak je al die video's? Of waarom doe je dit? Of waarom doe je dat? Of wat dat ook maar is dat mensen zeggen. Besef dat mensen niet kunnen begrijpen wat je doorheen gaat als ze het zelf niet ervaren hebben. En dat heeft te maken met die conditioneringen. Dus met hetgeen wat zij gewoon zijn. Hetgeen wat zij mee opgegroeid zijn. En dus dan is het belangrijk om heel hard eigenlijk die reflectie te maken naar jezelf. En iedere keer een stukje letterlijk, in het begin deed ik dat echt letterlijk, ik zette echt een stap achteruit, omdat dat mij dan fysiek ook de ruimte gaf om te gaan voelen en voor mezelf te gaan nadenken. Want we zijn zo gewoon om altijd maar ja te knikken en altijd maar te doen wat de ander zegt en ervan uitgaan dat de andere wel weet waarom dat hij of zij iets zegt. Maar dat is niet zo. De enige die weet wat dat goed is voor jou, dat ben jij zelf. En dus je kan inderdaad met jouw vrienden en vriendinnen en ouders en zussen en broers en collega's of wat dan ook met mensen bespreken waar hij doorheen gaat. Maar zij kunnen jou geen antwoord geven als zij niet weten waarover dat je het hebt. Je spreekt eigenlijk op dat moment gewoon een andere taal. Alsof dat jij tegen iemand iets aan het uitleggen zijn die Chinees spreekt. En hij is vanuit zijn taal jou aan het antwoorden. Dan is het bijna onmogelijk, tenzij hij zelf natuurlijk Chinees kan. En dan nog, is het onmogelijk om tot een oplossing te komen. Een ander voorbeeld dat ik wil geven, waarin dat je gaat begrijpen wat ik echt bedoel, is het onderwijs. Het onderwijs zoals dat nu opgezet is, is eigenlijk iets collectief. Is iets waar dat we allemaal vanuit dezelfde visie en vanuit dezelfde aanpak zaken aangeleerd worden. Maar we zijn niet allemaal dezelfde mensen. We leren zelfs niet allemaal op dezelfde mensen. En dan heb ik niet alleen over het feit of dat je een beelddenker bent of niet. We zijn hier allemaal met een ander doel. Met andere lessen dat we te leren hebben. Met andere dingen dat we te ontdekken hebben, dat we willen ervaren. Dus hoe absurd is het om onderwijs vorm te geven, om onze kinderen op die manier vorm te geven, dat ze allemaal aan dezelfde, dezelfde leerdoelen moeten voldoen. Het is absurd. Zeker dat je weet dan, eens als ze 18 of later zijn, wat staat er dan in een van de voorwaarden in de werkomschrijvingen? Je moet flexibel zijn. En je moet authentiek zijn. En je moet creatief zijn. Maar de 18 jaar daarvoor worden ze allemaal gewoon in hetzelfde keurslijf gegooid. Dus dat is hetgeen waar dat uiteindelijk ontwaking echt over gaat.
beseffen dat jij niet de ander bent. Het enige dat je te doen hebt, is gewoon die versie van jezelf zijn dat je echt bent. Want al de rest is al bezet. Niemand kan mij zijn. Want ze zijn ook niet mij. En dat kan het misschien ook zijn van, oké, dat je zelfde aanknopingspunt hebt. Bijvoorbeeld iemand die ook een indigo is. Of iemand die ook wat autistische kenmerken heeft. Of iemand die ook een beelddenker is. Of iemand die dyscalculie heeft. Of iemand die blauwe ogen heeft. Of iemand die ook grijs haar heeft. Of wat dat dan ook maar is. Tuurlijk zijn er resonanties en tuurlijk zijn er gelijkenissen. Maar de combinatie van al die verschillende elementen dat jou jou maakt, zorgt er net voor dat jij, dat jouw authentieke taak is om jouw authentieke energie hier naar buiten te brengen. En dat is hetgeen wat ik doe in al de video's dat ik maak, de readingen, deze video's, de blogs dat ik schrijf, mijn boek dat ik geschreven heb, de trajecten dat ik maak, de 1-op-1 trajecten waar ik met mijn klanten doorheen ga, is het 1 voor 1 al die dingen eigenlijk gaan bekijken, voor de spiegel houden en zeggen en gevoelen van oké, is dat eigenlijk een resonantie? Is dat eigenlijk een afstemming met mijn diepste authentieke zelf? Of heb ik dat gewoon overgenomen, al omdat ik zag dat dat werkte bij die persoon X en bij persoon Y en mijn ouders deden dat en de gemeenschap waarin dat ik opgegroeid ben en dat is hetgeen wat ik geleerd ben in mijn opleiding. Maar als dat niet afgestemd is op wie dat jouw natuurlijke energie is of wat dat jij vanuit natuurlijk doet, dan gaat dat jou uitputten. Dan gaat dat nooit jou die vruchten brengen wat je zo hard voor werkt, wat je zo hard naar verlangt. En dat zorgt ervoor dat je nog meer controle wil gaan nemen. Vanuit de conditionering natuurlijk, want wat heb je geleerd? Als je iets ding controleert, dan is het veilig, dan is het voorspelbaar. Wrong. Verkeerd. Nee. Het moet en het mag veel moeitelozer gaan. En dus, het enige wat je hier te doen hebt, is ontdekken wie dat je bent. Ontdekken wie dat je bent door jezelf te gaan deconditioneren. Door jezelf te gaan afleren wat dan niet meer bij jou past. En dan die dingen te gaan implementeren. Die dingen dan te gaan energie gaan geven, gaan op focussen, op de manier te gaan doen zoals hij het wilt. Buiten je comfortzone stappen, sowieso. Al die nieuwe dingen gaan integreren in je leven. En van dan ga je merken van, dan, dat deuren open gaan. Deuren die er al waren, maar dat je niet kon zien omdat je de verkeerde bril aan had. Je had niet jouw eigen bril aan. En dat die dingen, dat zijn de dingen dat mensen laten groeien. Dat zorgt ervoor dat mensen vooruit gaan. Dat zorgt ervoor dat mensen meer gaan stralen. Dat zorgt ervoor dat ze in een hogere energie gaan zitten. Dat ze die perfecte partner die bij hen past. Die persoon is niet perfect, maar die past perfect bij wie dat jij bent. Die trekken die aan. De mogelijkheden, nieuwe klanten, de nieuwe auto, het huis die echt volledig op jouw energie afgestemd is. En ook daar bepaalt jouw één energie waar dat je wel in flow bent en alles in je leven stroomt, omdat je gewoon op de juiste plek woont. Het zit hem soms in zo kleine dingen en zoveel overtuigingen, zoveel ideeën, dat we gewoon constant voortdurend onszelf vastzetten. En dat zijn de dingen dat als je daarvoor klaar bent, als je voelt van ik wil eigenlijk op een hele moeiteloze manier mijn dromen gaan neerzetten en mijn leven gaan leiden. Dan is dat hetgeen wat dat je nu te doen hebt. Werken aan je mindset. Werken aan, aan de blokkades die er zijn. Want als jij nog niet hebt wat dat je zou willen, wat dat je diep van binnen voelt in je ziel, dat je voor voorbestemd bent, dan is er ergens iets niet in afstemming. En is er ergens iets waardoor je zelf het binnenkomen en het ontvangen daarvan, angsten ook, de angsten mag loslaten daarom, om in die krachtige zelf te stappen. En stap uit die valse ontwaking, visieuze cirkel, waarin dat je constant probeert je emoties te gaan controleren vanuit je gedachten. Want dat zorgt ervoor dat je denkt dat je emoties moet helen, maar eigenlijk zijn die emoties jouw leidraad om te weten op welke manier dat je mindset, of dat die in balans is, of dat je goed denkt of niet. Ik zie dat mijn haar weer alle kanten uitspringt, maar ja, that's who I am. Dus het is belangrijk om emoties op een goede manier te leren begrijpen, om ze op een goede manier te interpreteren. Want ze tonen waar je bent. Ze tonen waar je bent en op dat je op het pad van je ziel loopt of op de verkeerde weg. Ze tonen hoe dat je denkt. En hoe meer je dat leert van, oké, ik voel mij op die manier, wat denk ik?
Wat denk ik dat er gaat gebeuren? Welke overtuiging heb ik over deze situatie? Waar probeer ik weer te gaan controleren? En dat zijn de dingen dat je mag bewust over worden. Dat zijn de dingen die je te doen hebt. Dat je beseft dat je veel te veel kracht heeft aan de verkeerde dingen. Dat je veel te veel kracht heeft aan de meningen van anderen die geen oordeel kunnen vellen, die zelfs geen feedback kunnen geven over jouw specifieke situatie, want ze zijn niet jou. Snap dat nu toch? En of dat nu gaat over je ouders, of je beste vriendin, of zelfs je partner. Zij kunnen wel luisteren en ze kunnen wel proberen om te begrijpen waar hij doorheen gaat. Maar ze kunnen niet ten volle zeggen wat dat jij moet doen om in jouw zelfmeesterschap te gaan stappen. Zij kunnen dat niet. Ook al zouden ze dat willen, niemand kan dat. Zelfs ik kan dat niet. Ik kan jou tips geven. Ik kan jou tonen waar je verkeerd denkt. Waar je nog meer je mind kan opentrekken naar oneindige mogelijkheden. Maar uiteindelijk ben jij degene, de enige, die die stappen, die die acties kan nemen om je leven in vrijheid vorm te geven. Om je leven in vrijheid vorm te geven. Dat was niet wat ik aan het denken was, maar ik zei het toch. En dat is ook weer een manier waarop dat het werkt. Mijn team werkt altijd door mij heen. Waarom? Omdat mijn taak is om jullie te tonen waar dat jullie zelf nog klein houden. Om te tonen dat het onmogelijk, hetgeen wat je nu als onmogelijk ziet, dat dat mogelijk is en uiteindelijk zelfs onvermijdelijk is. En zeker wanneer het gaat over jouw diepste verlangens. Want dat, die diepste verlangens, dat is de fuel. Dat is die motor die ervoor zorgt dat je actie uiteindelijk gaat ondernemen. Dat niet langer blijft zitten in dat slachtofferstuk. Of dat niet langer blijft klagen en zagen en het gaat nooit veranderen. En nee. Ik ben ook niet de coach die dingen voor jou gaat gaan doen. De grootste taak dat ik eigenlijk heb, is een stukje uitlenen van mijn vertrouwen, van mijn zekerheid over hoe dat de dingen werken. Waarom? Omdat ik het zo ervaren heb en omdat ik weet dat het zo werkt. Zodat dat jij in staat bent om zelf op je eigen dingen te gaan vertrouwen. En dat je zelf tot dat weten komt van oké, als dat hetgeen is dat ik voel diep van binnen, dat ik mag gaan vormgeven, dat mijn ziel is, dat mijn ziel wil ervaren, dat gaat komen wanneer ik in die overgave en in dat vertrouwen stap. En een heel leuke, belangrijke tool om daarmee samen te werken, of om mij eigenlijk te gebruiken om nog meer in die overgave te stappen, dat zijn eigenlijk de universele vlammen. Ik heb er al vaak over gesproken. Als je nog niet weet waar ik over het heb, zou ik zeggen, kijk op mijn YouTube-kanaal hier. Heb ik al een serie gemaakt over universele vlammen. Als je niet weet wat dat bewustwording is, kijk naar de serie over bewustwording en essentie. Want dat zijn de eerste dingen waar je meer bewustzijn mag over krijgen. Voel je dan van, oké, ik resoneer met Lindsay, ik resoneer met die vlammen, ik wil daar iets meer aan doen. Dan pas nodig ik je uit om deel te nemen aan het traject zelfrealisatie, waarin dat je nog dieper leert werken met de vlammen. Want healing, dat hoeft niet lastig en dat hoeft niet... wacht, ik ga eventjes veranderen van hand. Voilà. Dat hoeft niet lastig te zijn, dat hoeft niet moeilijk te gaan. Het gaat erover wat dat jij denkt dat kan. Wat dat je toelaat in je mind, in jouw realiteit. En dat zijn dingen waarin dat ook de vlammen jou natuurlijk ook weer meer kunnen gaan ondersteunen en jou nog dieper in dat zelfmeesterschap kan sowieso gaan duwen. Die kunnen maar gaan. Dus als je dat wilt... als je er klaar voor bent, als je voelt dat je er klaar voor bent, dan klik op de link hieronder de video. Dan kan je onmiddellijk inschrijven, kan je onmiddellijk regelmatig toegang. Vanaf oktober, begin oktober, gaan de 9 live sessies, dus via Zoom, gaan die weer van start. Ben je iemand die graag ook individuele ondersteuning wenst, dan kan je dat ook. Ik verdeel de individuele sessies over mijzelf en over mijn collega Sarah. Sarah werkt al meer dan 2 jaar met mij samen. Dus is perfect in staat om mensen op die manier te begeleiden, net zoals dat ik dat doe, maar tegelijkertijd vanuit haar eigen authentieke energie. Ze is geen kopie van mij, en dat wil ik ook niet, maar ze heeft dezelfde waarden, ze zit in hetzelfde bewustzijn en kan jou inderdaad ook weer verder helpen. Bovendien hebben wij ook regelmatig contact, als er dingen zijn waar zij tegenaan loopt of niet goed weet hoe of wat, dan ben ik er ook nog. Het is niet dat ze volledig er alleen voor stelt en ook omgekeerd. Als je daar vragen over hebt, als je twijfelt, stuur mij een mailtje. Dan ga ik altijd op je mail antwoorden. Ga kijken wat het is dat je nu nodig hebt. Maar als je voelt van dit is een yes
twijfel niet langer en schrijf jou in. Er zijn termijnbetalingen mogelijk, is zelfs dan nog te lastig, te moeilijk. Ook dan stuur mij een mailtje, we werken wel iets uit, we vinden wel een oplossing. Maar laat alsjeblieft geld of materie of wat dan ook jou niet tegenhouden om in jouw kracht te stappen, om in jouw diepste missie, om in jouzelf te stappen. En daar gaat het traject zelfrealisatie, het jezelf realiseren in dit fysieke leven, in dit leven, daar gaat het over. Hoe dat is, wat dat dan is, dat is volledig jouw keuze. Maar weet dat gedachten, jouw mentaal, dat is een instrument van de conditioneringen. En daar gaat uiteindelijk deze video over. Dus het is niet jouw identiteit, het is niet jouw ware zelf. Dus het heeft ook geen recht om te gaan beslissen. Zak in jouw hart, vraag leiding aan je team. Als je twijfelt over het traject bijvoorbeeld, vraag een teken aan jouw team om jou te tonen of dat dit inderdaad jouw volgende stap is. Of dat inderdaad iets is waar je klaar voor bent, dat je nodig hebt of wat dan ook. Je kan het vragen, maar het is aan jou om die verantwoordelijkheid daarin te nemen. En echt om letterlijk uit dat slachtofferschap te stappen en om in jouw kracht te stappen en niet meer dat machteloosheid constant maar te blijven voeden. Niemand wordt daar beter van. Ik ga stoppen met preken. Ik ga straks naar de film. Maar ik wou deze video toch echt wel zeker opnemen. Maar ik voelde, ik ben er zelfs de hele nacht ook mee bezig geweest. Ik voel dat dat iets is dat heel veel mensen nu tegenaan lopen en het gevoel hebben dat ze vastzitten. Wel, laat mij jou helpen, laat mij en mijn team, mijn spirituele team en ondertussen ook mijn menselijke team, jou helpen om stappen te zetten, om vooruit te komen. Maar nu is echt de tijd. Je wilt niet wachten tot volgend jaar, je wilt nu al mee zijn op die boot. En het is niet de boot van Noah, maar iedereen die wilt kan meegaan. Zo, dat was van nu. Ik ga deze video uploaden en binnenkort komen er nog meer aan. Tot in de volgende. Dag!